Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations met Sander van GamingSB. We beginnen nu, de tijd is ingegaan en we gaan weer wat lekkere sterretjes. Ik denk, Sander, dat we vandaag best wel eens klaar kunnen zijn met Mario Sunshine. Wat? Maar dat is geen goed teken. Nee, zoals ze dat in het Engels zeggen. Dat geloof. Want ik ben ten eerste nog lang niet zo ver. Maar ten tweede ook gewoon, is het een leuk spelletje? Dat zeker. En dan heb ik heel veel van die leveltjes niet kunnen halen. Nee, dat zijn een hoop strafpuntings dan. Ja, maar ja, dat winnen, dat heb ik sowieso al opgegeven. Opgegeven. Weet je wat? Ik kan dan wel die Mario Shadowing doen. Wat was het laatste wat ik gedaan heb? Dat weet ik ook oprecht niet meer. Was dat met die... met die achtbaan? Ja, volgens mij wel. Ja, jij hebt het geediting. Ja, maar dat is wel... Dat was zeg maar een dag nadat we het hebben opgenomen. En dat is dus al lang geleden. Oef. Je weet hoe dat gaat, Ing. Bij mij gaat het heel anders, Ing. Ja, dat weet je. Oké. Touché. Dus, ik doe nog net niet day off recordings, maar... Nee. Dus ben ik aan het kloten met die Bowser Jr. Wat zijn day off recordings, man? De dag dat je het online gooit, dat je dan... Dat je dan opneemt en edit. En alles. Dat gebeurt mij meestal ook niet. Maar ik heb wel de dag dat ik hem zeg maar op YouTube zet, zeg maar. Zonder dat, hoe leg ik dit goed uit? Gewoon publiceren? Nee, niet publiceren, maar wel uploaden, zeg maar. Ja. Dat gebeurt wel eens dezelfde dag bij mij. Ja, oké. Dat je begint met editen en gewoon meteen die dag klaar hebt. Ja. Als het ware. Yo, wearing is in the Mario-ing, shadowing. Bij de end van Mario shadowing. Ja. Ik dacht achteraf, ik heb vandaag een hele leuke TikTok-video opgenomen. Of geüpload. Achteraf dacht ik wil je live reaction eigenlijk wel. Ja, wat vond je ervan? Ja, ik vond het fucking grappig. Nou ja, ook omdat ik natuurlijk uiteindelijk wel wist wat er ging komen, maar ik vind het vooral leuk dat je daar dus pas achter kwam toen je je stream terug ging kijken. Dat vind ik grappig. Ja, ik wist het nog niet. Nee. Nou, ik had het jou wel eerder, want ik had eventjes... Ik wist bij die stream van er was iets dat Milan iets zei en hij wou niet zeggen wat. Ja. Dus toen heb ik dat wel even opgezocht, zeg maar. Maar... En toen kwam ik erachter, toen heb ik jou volgens mij ook nog boos in Discord berichten gestuurd. Ja, dat klopt. Ik dacht eerst, maar... want ik zag natuurlijk eerst voorbij komen, zeg maar, dat jij gewoon boze dingen zei. Ik dacht van, wat de fuck is er nou weer aan de hand? Ja, ja. Ja, dat was ook mijn planning. Ja. Geniaal, Ing. Ja, weet ik. Oh, ik ben weer aan het kloten. Dat kan gebeuren. Nou, liever niet, Ing. Oh, dit is echt een kut level. Dus. Leveling the cutting is dit. Oh, oeh. Jij kunt in Engels. Ja, ik ben heel goed in Engels. Ja, je leert van de meester. Ik ben jouw apprentice. Ik ben jouw Luke Triton. Oh. Ben ik de Lady Manning? In Engels wel, ja. I am the Lady Manning. Ik dacht even dat er stond opnemen. Toen werd ik eventjes bang dat ik iets niet had opgenomen. Maar gelukkig wel, Ing. Ja, zeker. Jij weet niet hoe goed ik ben. Ik zelf ook niet hoor, maar dat valt in deze game at the moment ook best tegen, trouwens. Als je dit terugziet, dan denk je, kun je nog slechter
zijn in dit spelletje? Of waar is die guy ook? Dat weet ik. Ik wil die die Shadow Mario, en dan hoef ik die de volgende keer niet meer te doen, maar ja. Volgens mij kan ik beter gewoon voor zo'n sterretje. Oh, nevermind. Toen had ik hem. Save and continue. Kan ik nu altijd die Kutzooi! Die super jet? Jetting moding? Dat kan je. Wacht, deze. Oh, dit is niet. Dit is niet omhoog jetting. Nee, dat is de. De niet omhoog jetting. Ja, oké. Nou, we gaan eerst wel even. Ik zit nu bij level, dan kan ik best wel een tijdje vastzetten, want dit is echt een keer level. En ik denk dat het voor jouw humeur best wel fijn is dat je nooit bij dit level zal komen, want dit level is zo kut. Welke is het? Het is Pianta Village episode 5. Dan moet je met Yoshi moet je eerst zo onder het platform, zeg maar, moet je iets wegspuiten. En dan kan je daarin en dan is het eigenlijk een soort secret level. En dan moet je jezelf door Piantas laten gooien. Oh ja. Zeg je dat niet? Zeg me zo niks, maar... Kom op! Ga op die dingetje. Ho, nee! Oh, wat doe ik nou? Oh, ik ben gewend om op plusje te drukken. Want dat is in Legends Arceus. Dat is niet eens Pokémon. Nee, maar in Legends Arceus kun je dan zo'n gozer doen. Zo'n vlieggozer. Ja. Oh. Shit, Jordi wil me accepteren als vriend op Discord. Of wil dat ik hem? Ja, hij heeft wel pegging right now, because I am playing this gaming. Die gaat niet goed, Kut spel. Kijk, nu ga ik twee dingen tegelijkertijd moeten doen. Dat is niet handig. That is not handig. So I'm gonna waiting for the cutscene. Zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. En dan, ja. Dan zijn we blij. Oké. French. Heel snel. Speedrun. Friend accepting. Kabooming. Je bent goed bezig, Ing. Ik weet al waarover het gaat. Rollercoaster balloons. Ja. Ik weet. Hij wil jou toevoegen met een speciale reden. Ja, weet ik. Ik denk dat ik het al weet. Wij allebei weten. Maar jij had het vandaag nog gehad over mijn shiny Cyndaquil, hoorde ik. Of nee, niet vandaag. Je had het laatst nog over gehad. Oh ja, toch? Nee, gisteren met de opnames. Ja, toen had ik het met... het was meer zo van... Omdat jij ook zei van, ja, ik heb er zoveel langer over gedaan. Ik zei van, maar Jordi zei ook al, en ik ben het daar wel mee eens van, ja... Als jij dan die streamt, zeg maar, dan kan het zomaar een maand duren of langer dat je de volgende stream weer gaat doen. Ja, dan duurt het wel vanaf 2019. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. En meestal, niet allemaal hoor, maar meestal maak ik al mijn hunts wel af, zeg maar, voordat ik naar de volgende ga. Maar bij dat is wel wat speciaal hoor, ik snap het wel. Ja, nou ja, wat ik eerder in de app ook al zei. Het is gewoon echt een hele zware hunt. En zeker als je, net als ik heb niet echt veel kijkers of zo. Moet je eigenlijk alles tot level 8 doen? Nee. Of tot level 7? Oké, dan ben ik deze voor niks aan het doen. Nou, kun je eruit? Het fijne daaraan is... Level 7... Of level 8, dat zijn altijd good levels. Okay. Heeft die guy nu alweer... Volgens mij had ik die guy niet eens hoeven doen. Oké, nee, dan weet ik dat. Ja, ik dacht dus dat ik nog hier zat. Was niet. Nee, maar... Ja, dat is wel zo, maar ja, dat het komt ook, ik inderdaad een beetje wat ik zei, zo van ja, het is gewoon een zware hunt, want je wil shit te lullen hebben ofzo. Ja, ja, en soms mis ik dat een beetje bij mezelf, als ik
zo'n hunt heel veel toe, nou, zeg en, maar. En zo'n hunt zouden we dan eigenlijk het beste met z'n tweeën te kunnen doen. Ja, ja, ja. Nou, we kunnen ervoor nou, kiezen om gewoon allebei nog een keer die hunt te doen. Dat is zeker wel chill, want ik wil nog wel Chikorita en Totodile. Want ik vind Chikorita en Totodile... Oh ja, klopt ook. Ik was bij deze begonnen. Sorry. Ik wil dat ook wel doen. Alleen ik had eigenlijk voor mezelf voorgenomen... Deze hunt ga ik niet meer op stream doen. Omdat ik het gewoon... Eerlijk, geen leuke content vind. Oké. Maar inderdaad, samen... Omdat is het al meer, sowieso een heel ander verhaal. Ja. Want als ik nu Legends Arceus speel, ben ik ook niet heel actief bezig met opmerkingen over de game maken of zo. Mm-hmm. En dat doe ik ook gewoon. Dus in dat opzicht. Maar het is meer, ik wil niet meer alleen die hunt doen. Want dan krijg je dus inderdaad dat het tering lang gaat duren. Ik weet eigenlijk niet of ik hier naartoe moet. Misschien had ik moeten opletten. Ken je dat, opletten? Nou, ik schijnbaar niet. Ah! Funny joke, man. Funny joke. Ik ben wel zo... Ik ben wel zo. Was Nando erg, zo dat hij niet gewonnen had? Oh, nee, totaal niet. Dan gaat het niet zo. Nee. Ik was vooral blij dat ik niet laatste was. Ja, ik moest Dylan wel focussen, want ik wist dat als ik hem niet ging focussen, dat ik laatste geworden was, zeg maar. Ja, precies. Want dan, en nu, sta ik gedeelde vierde plaats, volgens mij. Ja. Oh, dit zijn wel spoilers trouwens. Nee. Maar... Ja, deze aflevering komt hoogwaarschijnlijk wel eerder uit, ja. Want deze aflevering komt dinsdag al uit. Maar we zijn, als het goed is, wordt er op dit moment afgesproken wanneer de video's geüpload mogen worden. Ja, maar ja, dan is het niet handig als je... Ja, nou, dat is jammer dan. Nou, maar goed, eventjes kort. Het was gunstig dat ik niet elke keer laatste was, want daardoor kon ik nog zo hoog eindigen. Ja, precies. En Nando, ondanks dat... deze serie, Nando, ik... Ik bedoel het echt niet lullig. Ik wil gewoon graag eerste worden. Maar ik denk dat Nando daar wel tegen kwam. Ik denk niet dat hij echt boos is. Kijk, Nando, ik wil me heel erg verontschuldigen dat ik op een gegeven moment jou wou focussen. Maar het is toch niet gelukt. Dus daar had je niks van gemerkt. Dus ik had beter mijn kop kunnen houden. Hm. Maar, in my defense. Ik heb geen idee waar ik naartoe moet in deze game. Nee, geen goede defense? Oké. Okay. Oeh, dat is wel een pittig level. Maar het level waar ik de vorige keer dat ik deze game speelde heel veel moeite mee had, die heb ik niet echt gehouden. Dat was wel fijn. Dat is wel fijn, ding. Fijning ding. Moet ik hier naartoe? Zou best kunnen. Het zou best eens kunnen. Ja, dan kun je ook zien... The boss of the tricky ruins. Wat zijn de tricky ruins? Ik kan het niet herinneren, maar ik herken de title even ook of niet. Ja, nee, ik dus ook. Maar ja, bij mij is dat logischer, want ik heb deze game... nog maar één keer in principe gespeeld. Oh, ik wil in dat gaatje... Oh, ik weet al de boss op de Tricky Ruins. Dat is weer die Inktvis die ook in Rico Harbor weet te zijn. Oh. Dat hè, maar dan had ik die wel moeten zien. Ja, die zit helemaal bovenin, zit die. Dus dan moet ik nog verder naar boven gewoon. Ik ben gewoon te snel opgegeven. Dat is zonde. Ja, je moet een beetje aan de rechterkant blijven in ieder geval. Dit komt flipping. Yo, flip? Flip the bearing? Ja, yeah, flip the bearing. Dat was wel ziek. Vroeger, jongen. Toen hij bij mij logeerde. Ik bewaakte hem met mijn leven, jongen. Ja. Yeah. Alsof het hun echt huisdier was. Was het niet. Je was wel de man als je flip the bearing had, hè? Ja, dan was je... Dan was je de cool guy.
tanden bezitten. Jammer dat het bij mij altijd maar alleen die week of dat weekend was. En daarna was het weer klaar, maar hey. Maar dan heb je toch iets aan flip bearing gehad, denk ik. Weet je, ik ben tenminste een keer cool geweest. En ik heb dat mogen experiencen. En tuurlijk, oké, daarna nooit weer, maar hey. Boys, je wordt nu gewoon zwemkampioen. Booming. Dat is mijn sterretje. Ja. Nog 9 minuten. Ik krijg een beetje Mario 64 vibes, omdat ik niks kan in mijn leven. Dan begin ik toch te twijfelen of het nou aan Mario 64 lag. Nee. Het lag gewoon aan jou. Ja. Nou. Sorry hoor, maar het lag ook wel aan Mario 64. Ik wil niet zeggen dat het niet... Ik wil niet zeggen dat het niet compleet aan mij ligt. Maar het lag wel sowieso deels aan 64. Deels. Want ik ben gewoon... Yo, waar moet ik naartoe? Ja, Centraal Station. Nou. Zou ik... hierin moeten? Of ga ik dan dood? Ik weet het niet. Oh, nou, nu ga ik in ieder geval niet in. Maar gaat hij ook niet verder naar beneden? Nou. Volgens mij kan ik het best nu gewoon eventjes opnieuw joinen. En dan zie ik wat ik moet doen in plaats van die cutscene skippen, ja, maar en vervolgens... Ik weet niet of je het goed ziet in de cutscene, hoor, moet ik zeggen. Ik ook niet, je moet zeg maar de weg daar naartoe moet je een beetje unlocken door ergens op te spuiten, waardoor zeg maar een soort gang in de grot zich opent. Snap je nou wat ik bedoel? Nee. Ja, dat was het. Oké, daar is zo'n guy. Oké, als ik gewoon met die guy ga praten, heeft hij me vast wel niet. Misschien wel een hint mee. Yo, dat zijn mijn kanaalpunten eens. Daar kun je zo'n kaboom mee verzilveren. Ja, maar ik neem met je op, dus ik krijg gewoon ultimate gratis kabooms. Zeg maar, ik heb die oneindige hoeveelheid hintmuntjes. Maar jij komt wel in de buurt, omdat je zo vaak met me opneemt. Krijg je gewoon gratis die kaboomings. Dat je haast al kunt zeggen dat het cheating is. Maar hey. Moet Twitch maar niet zo kut doen. Master Mario. Looks like theory was blah blah blah. Real cause? Deepest secret. Ja, ik moet gewoon tegen deze guy praten. Spray water on the wall paintings. Oké, okay, waar was die ene? Ah. Kijk, als ik dit nou gewoon direct had gedaan. Ja, precies. Maar nee, ik dacht. Ja, ik dacht niet zoveel. Dat was eigenlijk al het probleem. Ja. Don't be echt niet. Hoezo gaat Mario nou zo raar doen? Hier, ga tegen die muur heen. Waarom valt die steeds? Dat wil ik niet, dat was niet de bedoeling. Oh, dat is een claim woord. Ja, ik wou het ook zeggen. Wat slecht eigenlijk, hè, dat we helemaal gehersenspoeld zijn. Ja, nee. Ding is ook zo'n Engels claim woord, hè. Er zit het woord ing in. Sunring. Als het goed is kan ik nu naar COVID Mountain. Oh, dat is wel crazy. Heb je wel je mondkapje op?
Nee. Anders wordt die mountain groter. Dat klopt, ja. Dan krijg je een tweede peak in. Niet van alle. 5 minuten Zandering. Jawel, wel. Dan, als je het zegt. Nou, ik moest toch om de lag in? Nee, ik bedoel... Nee, dan maar. Ik zei nee. En toen zei ik, oh, ja, volgens mij wel dan, als jij het zegt. Maar ik zei nee op de game. Ik maakte een grappie. Die jij not hoaring. Of not snapping. That can ook in. Against the current, zeker. Wat is ermee? Dat was het best... Een grapje die jij niet hoaring. Oh, ja. Dat het de beste band ooit is? Nee, ja, dat klopt wel. Ja, dat was een goede grap, hè? Dat ik dat zei, dat je de beste band ooit is. Sorry, maar als je serieus bent, vind ik je toch iets minder grappig. Ah. Dit was echt... Dit was TikTok waardig hoe slecht dit was. Wat ik deed. Oké. Wat deed Milan? U ziet het in de volgende aflevering. Oh nee, wacht, dat was deze aflevering. Never mind. Ik had mijn kopie wel weer. Oh, ik krijg een Discord berichtje. Ik weet van wie. Oh, sad. Ik denk... Het is iemand belangrijk. Ja. Maar het is de Jordi. Ja. Nee, nee, nee. Oké. Trek aan zijn snuit! Nee. Recht naar de maan. Daar komt Jimmy aan. Ben benieuwd wat hij weer gaat verneuken. Oh, nee. Altijd slecht in Mario. Dat is zeker warring. Maar het is hoe ze dat in het Engels zeggen. Hij is een mastering of anything. Van Zander Neutral. Ik ben benieuwd wanneer Jimmy Proton ding wordt. Oh, niet? Oké, nu komt het kutste stukje van eigenlijk de hele game. Dat is de boot. Nee, niet dood! Nee, niet dood! Oh, de boot! Ik weet wat je bedoelt. Die is kut. Is dat die boot in de lava heen? Ja, in de lava heen. Die is crazy. Oké, hoeveel hebben we nog? Want ik ben weer dood gegaan. Nog 2 minuten 13. Oké, als ik nu eventjes niet zoveel damage van tevoren pak. Altijd een slim idee. Hij maakt dingen mee. Ben benieuwd wat hij weer gaat. Weet je nog wat ik zei over die damage packing? Well, I did it anyways. I do being crazy. Wat? Flannery? Huh? Wacht, wat zei jij? You find that slimy, zei je. Wat hoe? Ja, vandaar mijn reactie. Geniaal. Dat is het in het Engels uit. Dus even kijken, zo'n painting. Die krijgt zo van het water. En dan doe ik zo'n zieke wall jumping. Dit is de wall jumping. Van Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Altijd een slim idee, ing. He making dinging mee, ing. I am benieuwd in what he now we're going believing. Echt. Wat kut dit ook, man. Hoe is dit zo... Hoe is deze grap zo uitgemolken? Echt, hoor. En soms vind ik mezelf ook gewoon irritant. Soms? Wacht, ik moet nog een beetje... Nou, we nemen dit op woensdag op. We moeten vrijdag ook nog. Dus ik moet een beetje inhouden.
denk ik. Dan wordt het tijd voor Galactagezien. Nee, hij gaat in! Hij gaat induiken! Nee, niet induiking! Nee! Nee! Ja, dat heb ik door, dat die Ojawelling doet, ding. Oké, misschien dat ik het nog net op tijd heb. Oh, de tijd is over. Ja, dat maakt me niet eens vooruit. Ik zit toch nog met een battle. Ding is. Het is Pokémon geworden. Yo, dat is wel het enige wat hij speelt de laatste tijd, ding. Snap ik, ding. Kom op. Oké, Sander, dit kan zomaar eens de laatste aflevering van Sunshine zijn, want ik ben nu de final battle. Ga ik een kans krijgen in Galaxy? We gaan je weet het niet. Je weet dat niet dan. Je weet dat niet dan. Nee, maar je weet het echt niet. Nee. Of je moet zo'n helder ziening zijn. Dat kan. Of niet helder ziening, oftewel een cloud ziening. Nee. Dat is niet handig. Dat is nog een handig. Een handig. End the game. Nee. Pak eventjes zo'n tentakel op. En Oh, hoorde je dat? Vergelijking. Ik moet bij deze boss altijd denken aan Hentai. Zo klinkt ineens heel raar. Nee, nee, dat klonk het nog niet hoor, Sander. Nee. Ik ben nog wel bezig. Pak hem, grab hem, bij de... Tentakel! Ja, hoor. Maak het nog erger, als het toch wel niet erg genoeg was. Ja. Nou, dan was ik nog mee bezig. Eerlijk dit. Moet ik hem 3 keer raken? Het is Mario. Oké, dat is een goed antwoord op mijn vraging. Oeh, hij is wel plat anders. Wow, flat shaming. Dat is ook waarom ik het leven haat. Snap je? Flat Earth. Oh, wow. Auw, ik wil geen auw hebben! Sander, why are you doing having owing if you don't want to having owing? Weet ik ook niet. Oké, als ik denk 2 tentakeltjes eerst zo losmaak. Ik Sander, denk dat ik het haast. Oh. Wat? Dit was hem. Ja. Mag ik het leveltje wel afmaken? Ja, je mag het leveltje afmaken. Niet dat uitmaakt. Maar... Ja, nou, maakt wel uit trouwens. Bedenk me net. Ja, het is gewoon een extra seconde of een extra minuut. Whee! Ken je die Cube? Deze heeft geen Wii. Wat? Zo'n Wii. Oh, je krijgt niet eens fall damage in deze game. Nee, anders was ik ook dood geweest. Nog even wat coins samen hoor. Al deze coins. Laatste coin. Ja, oké. Nu kan ik de sterren pakken. 31 sterren. Ik krijg de 30 minuten weer in de min. Nee, dat is niet waar. Want ik eindig op 51 of op 52. Dus. Hoef je maar zo weinig in deze game? Ja, je hoeft maar 50 sterren. Oh. Ik heb er in Delfina Plaza eentje extra gepakt. En ik weet niet of je voor Corona Mountain een ster krijgt. Nou, maar dat kun je toch gewoon zien? Ja, maar ik zit nog in het eindfilmpje. Ze zijn nog blij aan het doen. Crazy. Nee, je kunt toch ergens ook zo'n lijst zien? Ja, dat klopt. Dan moet je op L drukken. En dan kan je... Oh, de daar. En dan kan je rechts op de list klikken. Ja. Oh. Ik heb er 31. Ja. Nice. Ja, dat ik op zich niet voor op L hoef te drukken hoor, maar... En dat heb ik net gezien. Toch leuk om te doen. Je moet toch iets. L van Loserboy. Nee? Yo, hierna moet ik wel echt gaan trouwens. Nee. Nee, I'm joking. I'm making your joker. Nee, I do making the jokers. Daar ben ik wel goed in.
goed, flut. Je bent... Zo flut was je niet, maar toch. Oké, nu zit ik in de credits. Dus nu is het bedankt voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering beginnen met Mario Galaxy. En dan heeft Sander weer gewoon een schone lei om mee te beginnen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van dit stukje van deze serie. Sander, wat vond jij van Mario Sunshine? Poch. Poch? Mooi ja. Zo. Het wordt iets minder poch, maar nog steeds wel poch. We gaan namelijk Mario Galaxy doen. Ja. Ik ben benieuwd of jou die game beter ligt dan deze game. Of minder goed ligt dan deze game. Ik weet wel dat die bij mij iets minder goed ligt dan deze game. Maar deze game heb ik voor mijn gevoel echt gespierdeund. Ja. Dus ik ben benieuwd. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Adios. Joejoe.